Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij Zesdaagse TV, het programma dat we hier op Rijnmond één keer per maand maken. Praten we over het wielrennen en over dat traditionele evenement dat in december weer gepland staat in Ahoy Rotterdam. De woning Zesdaagse, we hebben een mooie tafel weer vandaag. Matthijs Bugli, baanwielrenner, net als Michael Zeilaert, de junior versie. En autowielrenner Erik Breukink is er vandaag. Matthijs en Michael, jullie zijn dus allebei baanwielrenners, maar afgelopen zaterdag reden jullie de Ster van Zwolle. Nou, ben ik dat van jou Michael wel gewend, maar... Matthijs, jij op de weg? Wat was dat nou ineens? Ja, wat was dat ineens? Weet ik zelf ook nog niet helemaal. Het was vooral even een keer iets anders doen. Dus na de Spelen had ik eigenlijk zoiets van... Nou, ik heb helemaal nog niet zo'n zin om weer... eigenlijk een maand of 6 weken na de Spelen... een EK te gaan doen of een WK te gaan doen. Ik wou iets anders proberen. Nieuwe uitdaging zoeken? Misschien ook dat wel. Voor in de toekomst, maar het was meer echt van oké, ik wil nu op dit moment echt iets anders doen. En ik was bij de ploeg bij Beat op kantoor. En ze hebben eigenlijk op het moment hadden ze een beetje renners tekort, dus een paar in de Lappenmand. Jan-Willem Jury, EK, WK Baan, Jules Hesters, een Belgische jongen ook. Dus was een plekje vrij en Geert Verbroekhuis, de manager, zei waarom ga je niet de Ster van Zwolle rijden? Probeer het eens. Ik zei nee joh, gaan we niet doen. Kom op hey, En toen een uurtje later had ik hem opgebeld. Nee, is goed. Oké. Okay. Gaan we het doen. Hey, en even voor onze administratie. Je werd? 87ste, geloof ik. Ja, de laatste toch? Daarom zeg ik 87ste. Ja, dan zeg ik het wel. Maar ik had geen DNF'je. Dat vond ik al heel leuk. Dus kijk. Ik had hem... Ik wist van tevoren ook niet wat moet ik nou als doel stellen. Want normaal... Ja, je moet heel erg een meetbaar of zeg maar een... Je weet ongeveer wat je kan en dan kun je een doel stellen. En dan weet je, nou ja, ik kan misschien top 3 of top 5 of ik kan winnen. En hier had ik geen idee. Nee, maar wat me ook zo aan intrigeert, jij bent gewend normaal gesproken maximaal een kilometer te rijden. Ja. Misschien iets meer soms. En nou ineens moet je 180 kilometer rijden. Ja, dus dat was wel echt iets heel anders. Ja. Ik had er wel, voor de korte tijd die ik had, heb ik wel goed getraind. Ik had 5-6 weken wel goed getraind en... Maar ik vond het leuk om te doen en ik ben blij dat ik hem heb uitgereden en dat ik wel in de finish sta als laatste. Precies, en niet gedisqualificeerd dus. Ja, nee, dus... Michael, van jou zijn we het gewend. Ik bedoel, ja, je bent pas 22, maar je rijdt op de baan, je rijdt op de weg. Waarom bevalt die combinatie jou? Ja, inderdaad. Ja, ik denk gewoon dat het vooral dat het elkaar me gewoon sterker kan maken. En dat ik profijt kan hebben van beide disciplines. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik de baansport zo mooi vind. Dat ik denk, als ik het niet zou doen, dat ik toch wel iets zou missen in het wielrennen in het algemeen. Hmm. Dus ja, als ik dan in die Ster van Zwolle rijd, dan heb ik het toch wel naar mijn zin in zo'n finale als het dan gewoon hard tegen hard is. En dat vind ik gewoon mooi. En als ik dan weet dat ik deze winter dan weer gewoon rondjes kan rijden op die wielerbaan in Ahoy, dan kijk ik daar ook weer naar uit. Precies. En jouw eindklassering in Zwolle zaterdag was? Ik werd 22ste. 22ste, kijk. Nou, dan kun je ook gewoon met thuis komen. Jij ook, Matthijs. Erik, hoe kijk jij hiernaar? We zitten met een baanwielrentalent en een al gearriveerde baanwielrenner. Je volgt dat, denk ik, op iets meer afstand ten opzichte van het wegwielrennen. Maar hoe komt dat wij in Nederland de ene topper naar de andere afleveren? Ja, het zijn wel heel verschillende natuurlijk. Hè. Hij is specifiek sprint en hij doet echt de duur onderdelen op de baan. Ja. Dus die combi met de weg is veel makkelijker. Maar ik volg het zeker dit jaar natuurlijk met de Olympische Spelen. Maar ook in de voorgaande jaren de WK's. Ja, vooral de sprintploeg. En niet één sprinter, maar een stuk of 4, hè, die misschien nog wel 5. Als je ze allemaal meetelt. Die gewoon internationaal... bij de top horen. En dat is wel heel bijzonder. Waar dat aan ligt, dat... Dat weet alleen onze liefheer. Dat weet misschien Matthijs beter dan ik. Nou, ja, goed, dat is... Ik denk dat de KU heeft dat Papendal sprintprogramma staat wel redelijk goed, maar je ziet wel dat de laatste jaren komen daar ook niet echt super talenten uit. Dus dat programma staat wel goed, maar je moet toch ook gewoon geluk hebben met een lichting. Ja. En ja, we zitten in een ploeg van 4, 5 hele sterke mannen. 4 BMX'ers eigenlijk. En ik dan als met een wegachtergrond. En dat zijn ook jongens die zijn eigenlijk als het ware een soort van gescout. Voornamelijk ook door ons voormalig bondscoach René Wolf. In samenwerking met de BMX-coach destijds. De jongens waren gewoon te sterk voor
de BMX-fiets, die konden hun krachten niet op kwijt. En die zijn het gaan proberen op de baan. Heel succesvol. Dus, ja. Dus het is ook gewoon geluk met die lichting, met die sterke gasten die op de baan zijn gaan proberen. Die sterke gasten met wie jij Olympisch goud pakte in Tokio. Ja. Op de teamsprint, jij reed alleen de kwalificaties. Voel je je dan wel Olympisch kampioen eigenlijk? Ja, dat zeker wel. Wat natuurlijk wel lekker is, is dat we in de eerste rit ook de eerste tijd reden. Dus stel, ja, je wordt in de eerste rit, word je tweede of de derde, ja, dan zou het toch jammer zijn. En uiteindelijk hebben we altijd met vier man gereden, gewoon omdat je kan wisselen. Nou, ja. Als Jeffrey het laatste anderhalf jaar zo sterk geworden, dat je bijna niet meer echt hoeft te wisselen om de derde man fris te houden. Want we als land zoveel voorsprong hadden op de andere landen. Maar goed, dat we drie keer daar dik de beste zijn, is gewoon heel lekker. Prachtige foto trouwens. Hè. Kijk, hier staan jullie met z'n vieren. Dit was wel of net voor of net na de medailleuitreiking. Want wat was dat nou toch voor gekkigheid dat jij daar niet... Dit was ervoor. Waarom mocht jij niet bij die medailleuitreiking zijn in Tokio? Er is kennelijk ergens een IOC, een duidelijk IOC-regel. Dus Olympisch Comité. Die zegt alleen de finalisten van een bepaald onderdeel of sport mogen op het podium staan. En dat is bij de UCI... regel is dat niet. Dus de afgelopen 4 jaar stonden we eigenlijk al met 4 man op het podium. We wisten wel van tevoren al. Er was ook nog bijvoorbeeld de Britse dames hebben nog een petitie van tevoren gehouden om dit te veranderen. Hebben we eigenlijk zelfs niet eens aan meegedaan, want we dachten van nou ja, geen zin om daar energie aan te verspillen. We zien het daar wel. Ja. En, we wisten het wel, dus ik dacht, nou ja, ik ga gewoon lekker heel erg er tegenaan schoppen. Dus het heeft echt, die podiumceremonie hebben ze 30 minuten uiteindelijk uitgesteld. En eerst zou ik ook, zeg maar, die Britse dame bijvoorbeeld kreeg haar medaille pas thuis toegestuurd. Maar ze hebben daar dus ter plekke nog een medaille voor mij gegraveerd. Echt waar? En dat heeft de boel heel erg vertraagd. Maar het was gewoon heel vaag. Het ging echt best wel met hoger op en bellen van ja, deze gast wil toch op het podium, wat moeten we doen? Ja, kan niet, sancties. En dat aan de ene kant had je die Davy Lapartien van de UCI, die was er ook. En die zegt ja, wij vinden het ook kloten, bij ons hoeft het ook niet, maar ja, IOC en... nou ja, super vaag. Maar wij hebben daar in Nederland toch met verbazing een beetje naar zitten kijken. Maar goed, je hebt hem dus nu gegraveerd en wel. Ja, ik heb hem. En niemand pakt hem meer af. Kijk, uiteindelijk... Ik zie alles graag positief en het is uiteindelijk een mooi verhaal, denk ik. Nou, niet per se een mooi verhaal, maar een verhaal dat ik wel altijd zal herinneren. En het is misschien niet... het is niet normaal, maar ja, het is zo en ik vind het niet heel erg of zo. Jij, Michael, bent onlangs Europees kampioen geworden bij de junioren, onder 23, hè? De afvalkoers. Ja, waarom ben je zoveel beter dan je concurrenten in die leeftijdscategorie dan? Ja, beter wil ik niet zeggen, zeg maar. Het is ook gewoon een onderdeel met geluk. Ik bedoel, je moet wel aan de ene kant heel erg scherp blijven. En aan de andere kant moet je ook zorgen dat je niet ingesloten raakt. Maar daar komt ook gewoon een factor geluk bij kijken. En aan de ene kant ook gewoon dat je met oogkleppen oprijdt. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik denk ik in mijn leven nog nooit zo'n gevaarlijke koers heb gereden. Op de weg, zoals op de baan niet. Dus ja, dat je dan niet valt, dat moet je dan maar net mee hebben. Maar aan de ene kant ben ik de laatste tijd ook wel goed in vorm. En voel ik me gewoon top op de fiets en heb ik het naar mijn zin. Dus ik denk dat ook een kleine factor is van waarom het allemaal zo lekker loopt nu. En met de baan heb ik het gewoon super naar mijn zin. Met de groep, met de bondscoach kan ik het goed vinden. Dus ja, ik denk dat al die factoren kleine beetjes helpen. En dat een mooi resultaat kan brengen. Ja, ja. En zoals te zien is dat wel nog best wel gelukt. Behoorlijk. Dus, behoorlijk. Een Europese kampioen trui. En als zoiets dan gebeurt, Erik, dan denken wij, ook weer op enige afstand, die jongen gaat een geweldige toekomst tegemoet. Jij hebt als ploegleider bij Rabobank natuurlijk tal van beloftes tot je beschikking gehad. Daarvan zal toch ook heel veel niet zijn gelukt. Wat is daar allemaal van afhankelijk als je zo'n espoir bent om het echt te gaan halen? Vaak zie je de toptalenten, de echte supertalenten, dat gaat heel snel. Die kan iedereen scouten. Dat is niet zo moeilijk. En dat zie je nu helemaal. Vanaf de junioren slaan sommigen al de belofte categorie over. Maar dan heb je het over Pogacar, Almeida, Evenepoel, dat soort types.
Maar dat zijn er natuurlijk maar op één hand te tellen. Maar je hebt ook renners die even een aanloop nodig hebben. Die wel een paar jaar belofte moeten zijn. En dan moet je toch wel een beetje het geluk hebben ook dat er... Dat er een kans komt. Ja, ja. Je moet het zelf afdwingen natuurlijk. Maar ik denk dat er genoeg talenten geweest zijn die op een gegeven moment een periode hebben gehad dat er weinig plek was. En dat er dan een generatie met heel veel talent is. En dat jij dan die kans niet krijgt. En dat kan op een jaar, twee jaar afhangen. Of het wel gaat lukken of niet gaat lukken. Dat is soms heel zuur. Maar zo is het wel. Het heeft met veel dingen te maken. En het is niet altijd alleen dat het talent niet voldoende is. Nee. Hoe kijk je daar, wat betreft jezelf, naar Michael? Die volgende stap die, nogmaals, je bent nog jong, nog te zetten is. Hoe groot is die stap? Ah ja, het liefst hoop ik die stap gewoon te maken. Maar aan de ene kant is het niveau waar je tegen koers is zo verschrikkelijk hoog. Dat je eigenlijk alles goed moet doen om er te komen. En de afgelopen jaren heb ik dat niet gedaan, om heel eerlijk te zijn. En hopelijk doe ik dat nu wel. En met wat ik op de baan presteer, denk ik dat ik op de goede weg ben. En hopelijk kan ik dat volgend jaar weer doorbouwen en nog sterker worden. En dan hopelijk gewoon mijn kansen te pakken. Ja. En misschien komt er dan wel iets heel moois uit. En dat is het enigste wat ik kan doen. En als ik het maximale uit mezelf haal, dan ben ik daar gewoon onwijs tevreden mee. En dan zie ik wel waar ik kom. En hopelijk is dat een hoger niveau. En is het iets waar ik tevreden mee kan zijn, dan ben ik er ook tevreden mee als het maximale is wat ik kan. En lijkt die Vincent Hoppenzak uit Nieuwekerk aan de IJssel, ook uit deze regio. Jij woont in Nesselanden, dus je bent ook een van ons. Heeft Vincent die stap nu wel gezet? Zilver op het EK, op de scratch? Ja, afgelopen EK bij de elites kreeg hij een mooie kans voor de scratch te rijden. En die kans heeft hij gewoon supergoed aangepakt. Ik was daar natuurlijk ook. En ik heb dat met een paar gasten zitten kijken. En dat deed hij gewoon heel goed. En daar pakt hij dan gewoon een hele mooie tweede plek. En eigenlijk iedereen aan deze tafel weet wel hoe moeilijk het is om op een groot toernooi gewoon om zoiets moois te presteren. Dus daar kan je alleen maar respect voor hebben. Ja. Dus dat is gewoon echt heel goed van hem. Want Matthijs, hoe ziet dat sportleven voor jullie er nou uit? Kun je dat eens kort schetsen? Wat laat je allemaal? Wat kan wel? Hoe werkt dat bij jullie? Nou, ik denk dat het heel persoonlijk is. Tuurlijk moet je er veel voor laten en ik denk dat iedere sporter dat moet. Maar ik denk ook dat het heel erg is een balans van dat je ook heel goed moet kijken van wanneer kan ik dus wel die dingetjes doen die ik normaal laat. Die moet je ook doen. Je kunt niet altijd de boog gespannen hebben. En wat bij ons wel heel erg is van, als ik dat nu, ik heb nu de laatste 4-5 weken heb ik dan echt duur getraind. Nou, dan zit je 4-5 uur op een fiets bijvoorbeeld. Maar je hoeft je eigenlijk niet echt te concentreren. Dus het is gewoon fietsen. Terwijl bij ons op de baan is elke dag volle bak, ja. 100% concentratie. Enorme concentratie, ja precies. Die wattages die je door die fiets heen slingert in je lijf. Drie keer in de week krachttraining. Alles moet gewoon goed zijn, alles moet op zijn plek vallen, alles moet kwaliteit hebben. En ik denk dat dat nog wel, het is echt wel moeilijk om daar nog iets naast te doen. Je bent en super moe. En je weet, als ik bijvoorbeeld dan een avondje op de poot sta, terwijl ik had kunnen rusten, de kans dat ik dan morgen geblesseerd ben, is gewoon een stuk groter. Mm. De laatste tijd heb ik weer echt vrienden bezocht en leuke dingen gedaan. En ik denk dat het wel beter te combineren is met de weg op een of andere manier. Misschien dat het ook niet. Je zet het nu bijna weg als een luisterleven, dat wegwielrennen. Ja, je onderschat ons echt, hè? misschien is dat ook zo. Maar hoe was het voor jou, Erik? Ik bedoel, je hebt natuurlijk zo'n ongelooflijke rijke carrière gehad. Ik bedoel, ik kan me ook wel eens voorstellen, die dagen, maanden training, dat je ook wel eens dacht van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja, dat dacht je natuurlijk vooral als je in een mindere periode zat. Dan denk je dan, je doet er alles voor, je traint optimaal en de resultaten komen niet. Maar goed, ik was wel zo'n liefhebber dat je dat snel ook al weer opzij kon zetten en de slechte momenten ook snel kon vergeten. Een opoffering was het eigenlijk niet zo voor je. Je doet iets wat je heel leuk vindt. Je bent als junior begon ik met fietsen, dat is een hobby. En een beetje uit de hand gelopen hobby werd het dan. Maar ik heb het nooit gezien als een opgave om dingen te laten ervoor. Dat gaat gewoon zo. Ja.
Ik zat op de middelbare school en dan ga je weekendjes, je vrienden gaan op stap. En jij gaat niet mee, want je hebt koers. Dat vond je nooit vervelend? Nee, nooit een, geen moment aan, aan gedacht van, ik mis iets. Hou je het nu in? Nu je geen renner en ook geen ploegleider meer bent? Ik ben inmiddels alweer op een leeftijd. Hij voorbij. Staat nu elk weekend. Ja, dank. Nee, ja, ik ben nooit zo'n figuur geweest. Misschien, ik heb niet de behoefte gehad om dat in te halen na mijn carrière. Nee. Dus ja, als je iets leuks doet en dan mis je het ook niet. En dan, ja, dan heb je gewoon een leuke hobby, zeg maar. Precies. Dat je beroep geworden is. Die hobby, Michael, is bij jou natuurlijk met de paplepel ingegoten door je vader, door je oom, door je opa, Zeilaert. Ja. Hebben die jou echt op de fiets gezet? Nou ja, ik denk dat het vanaf zo jong af aan is begonnen, dat dat wel gezegd kan worden. Ik denk dat als ik een andere sport had gedaan in deze familie, dat het dat een stukje minder gepusht werd of gemotiveerd werd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ze totaal niet kwalijk neem. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook onwijs veel plezier in. En zoals Erik nu, ja, ik hoef er ook niet per se dingen voor te laten. Want ik vind fietsen gewoon een van de mooiste dingen die je kan doen. Ja. Dat je gewoon je vrijheid ermee kan krijgen en je kop zo mooi leeg kan maken. Dus ja, het is gewoon een hobby en je sport tegelijk. Dus, ja, gewoon... En jullie twee mogen het gaan laten zien straks in december bij de Zesdaagse. We gaan richting dat toernooi, nog iets meer dan 2 maanden. Nu weer naar onze vaste gast in Zesdaagse TV. John den Braber, met vandaag een eerbetoon aan een van de winnaars van de laatste editie, Juri Havik. In mijn nadagen als coureur had ik nog maar één passie, de wielerbaan. De ploegenachtervolging was mijn finale truc en de Olympische Spelen van Sydney de laatste voorstelling. De voorbereidingen op dit epische slotstuk vonden wekelijks plaats in het Amsterdamse Sloten, waar was nationale selectie trainen. Maar hoewel de oranje ploeg best ruimte nodig had om met 60 km per uur over de baan te scheren, reden er ook andere coureurs in de baan. Van veteranen tot nieuwelingen. Iedereen mocht de piste betreden. De meesten cirkelden een beetje op het gemak rond of stopten iedere 10 minuten voor een bak koffie. Maar één fanatiek ventje probeerde steeds een toertje bij ons team aan te pikken. Een jeugdrenner van een jaar of 10. Klein van stuk, maar kante kop, iets te wijd shirt en een bloedfanatieke blik in de ogen. Het neefje van Danny Stam, riep iemand toen ik vroeg wie dat doordouwertje was. Die blik heb ik later nog heel vaak gezien, want ik ben dat doordouwertje, genaamd Juri Havik, altijd blijven volgen. Hij was als junior niet de beste van zijn generatie, maar leverde wel de meeste strijd. Hij was als belofte niet de meest getalenteerde sprinter van het pak, maar won stiekem wel veel koersen. Ondertussen werd de Noord-Hollandse sprinter zelf ook een steeds betere pistier, die op 20-jarige leeftijd al zijn eerste zesdaagse won. Toch bleef hij altijd het neefje van een veelvoudig zesdaagse winnaar. Een geuzetitel die een echte strijder liever kwijt dan rijk is. De zesdaagse van Amsterdam in 2014 veranderde alles. Terwijl Havik met Nicky Terpstra aan zijn zijde op de gedroomde eindwinst lijkt af te stevenen, valt zijn opa Kees, die gangmaker is, plots van de derny. Hij wordt in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, maar de koers gaat uiteraard door. Dagen vecht Havik, ditmaal de kleinzoon van, tegen de concurrentie, druk, onzekerheid en dikke tranen. En hij wint. Een grandioze zege in een asgrauw decor. Met opa Kees kwam alles goed, net als met Havik zelf. Hij was in 1 week van een ventje in een vent veranderd en de kampioen geworden waar dat fanatieke aanpikkertje van toen van droomde. Een achtvoudig zesdaagse winnaar, regerend Europees kampioen en over 1,5 maand in Rotterdam-Ahoy de titelverdediger. Daar zal Danny Stam, inmiddels de oom van, best trots op zijn. Ja, mooie betoon voor Juri Havik. Die moet geloof ik nog officieel worden vastgelegd voor de komende editie van de Zesdaagse om zijn titel te prolongeren. Maar Juri, we gaan ervan uit dat je gewoon in Rotterdam gaan zien. We gaan jullie twee ook allemaal zien. Maar bij het WK dat deze week gaat beginnen in Roubaix gaan we ook een paar Nederlandse toppers niet zien. Matthijs, kun jij nou eens uitleggen wat er nou allemaal aan de hand is? Kort en bondig en dan wat allemaal begrijpen. Nou, dat is altijd moeilijk bij kwesties met de UCI en de KNWU. Maar bottom line is eigenlijk... Als land moet jij in ieder geval aan 1 Nation Cup hebben deelgenomen. Maakt niet uit of dat met 5 man is of met 1. Je moet gewoon eigenlijk met 1 persoon in 1 van de Nation Cups hebben gestart. Nou, je rijdt er 3, 4, er zijn er 4, 5 per jaar.
Dus als je er één rijdt is het goed, dan mag je eigenlijk op elk onderdeel starten. De KNWU heeft ervoor gekozen om niet te gaan. Vanwege corona ook, hè? Deels logistiek, deels corona. En uiteindelijk was een beetje de gedachte van, dat komt wel goed. Onder de mom van corona, we konden niet. Zal de UCI misschien wel coulant zijn? Nou, de UCI was niet coulant. En die zei gewoon, jullie mogen niet starten. Nee. Havik dus bijvoorbeeld, hè, die we dus net zagen, van Schip niet. De vrouwen sprinters mogen allemaal niet meedoen de komende week. Dus toch, ja. De doodzonde. De UCI en die coulant. Zijn dat eigenlijk twee termen die bij elkaar passen? Dat past niet bij elkaar, Rick. Nee, nee. Nou ja, als ze eenmaal de regeltjes kunnen handhaven, dan doen ze dat graag. Maar ik denk dat ze dan ook met die Nations Cups, die willen ze natuurlijk een soort bescherming van die competitie. Van ja, je moet wel komen, maar anders mag je de grote toernooien niet rijden. En een soort voorbeeldcellen is dat dan, hè? Richting de komende jaren. Ja. Dat al die landen naar die Nations Cups komen. Er zijn ook wel een aantal landen die wel in dezelfde situatie zaten. Die toch nog, bijvoorbeeld de Belgen zijn nog met Kenny de Ketel. Die zijn nog tot naar Cali geweest in Colombia. Dat was in oktober nog. Gewoon ook doordat ze eigenlijk wel het idee was, ja, UCI gaat deze regel wel handhaven. En wij willen naar het WK. Ja, Fransen zijn ook toch nog naar Cali geweest. Ja, je zit er niet op te wachten naar de Spelen, een reisje naar Colombia. Maar goed, die mogen nu wel WK rijden. Ja. Jij rijdt de Zesdaagse. Alle sprintnummers? Ja, zeker. Zes dagen lang ook? Zes dagen lang. Ja, want dat doet niet iedereen. Ja, klopt. Dus ik heb ervoor gekozen om dus even EK, WK over te slaan. Rustig aan te doen. Ik ga volgende week op vakantie en daarna ga ik eigenlijk opbouwen en weer echt een sprintblok doen richting de Zesdaagse van Rotterdam. En wat verwacht je? Wat denk je dat je Rotterdam kan gaan brengen? Ja, goede vraag. Die jongens zijn natuurlijk heel lekker bezig. Ze worden allemaal steeds sterker en voor hun is eigenlijk de boog een beetje gespannen gebleven na de Spelen. Terwijl ik wat rustiger aan heb gedaan. En zij rijden dus ook nog de Track Champions League. Dat is iets nieuws van de UCI. Dus zijn ze er ook maar 3 dagen. Ze zijn er dus maar 3 dagen, omdat ze ook nog volgens mij naar Israël daar een wedstrijd moeten rijden. Maar ja, goed, die gasten zijn weer zo verschrikkelijk sterk. Het zal heel lastig worden. Ik ben wel fris, soort van. Ja. Dus ik hoop dat ik met 1 goed trainingsblok dat ik een heel eind kan komen. We gaan dat zien op de baan in Ahoy. We gaan jou daar ook zien met Roy Pieters. Ja, inderdaad. In je eigen stad, voor je eigen publiek, voor je eigen familie. Ja. Hoe is dat? Ja, het is onwijs vet natuurlijk. En ik hoop gewoon dat ik veel vuur in dat baantje kan brengen. En dat je gewoon dat iedereen ook van mij kan gaan genieten. Dus dat er heel veel goede gasten komen. Maar dat ik ook mezelf kan laten zien daar. Ja, precies. En is opa dan eigenlijk een van de toeschouwers? Joop Zeilaert? Ja, al afgelopen 2 jaar wel al. Dus ik ga ervan uit dat dit jaar ook wel zal zijn. Ja. Ik heb je niet heugen dat hij er niet is. Nee, die hoort erbij. Hè? Ja. Heb je eigenlijk ooit achter hem gereden op zijn Dernie? Ja, kijk maar af. Oh, heb je een foto? Ah, geweldig. Dus, was dat bij zijn afscheid? Ja, inderdaad. Goed. Ik weet niet hoe oud ik daar was precies, maar ik was nog een jong pikkie. Nou, 2013, dus dat is 8 jaar geleden. Dus je was 13? Nee, 14. 14? Ja, geweldig. Dus dat is wel echt geleden, ja. Kijk. Maar ja, dat vond ik toch wel mooi om te doen. Zeker achter mijn opa. Tuurlijk, joh. Tuurlijk. Volgende generatie Zeilaert. Erik, het wielerseizoen zit erop. We hebben een hoop te genieten gehad. En dat komt vooral omdat eigenlijk nooit een koers saai is. Hoe komt dat tegenwoordig? Ja, ik wil niet zeggen nooit. Ik heb zelden dan. Oké, ik overdrijf. Bij sommige etappes in slaap gevallen. Maar dat hou je toch altijd. Toch niet als commentator, hoop ik. Nee, niet als commentator. Ja. Nou, dat verschilt soms ook niet veel dan. Hè. Zo'n sprintersetappe waar de 3 wegrijden in het begin. Ja, je kent dat wel. Ja. Maar goed, nee. Als ik een beetje terugkijk vanaf het begin. Nou, en we hebben natuurlijk met Nederland, met Van der Poel, hebben we natuurlijk een attractieve renner. En ja, die maakt de koersen soms zo heel boeiend. En dat hebben ook Wout van Aert, Pogacar, Bernal. Dat zijn allemaal types die aanvallend ingesteld zijn. En die dingen doen die je eigenlijk niet verwacht. Het is natuurlijk heel veel jaren zo geweest dat klassiekers heel voorspelbaar werden. Want dat punt, daar begint de koers echt. En daarvoor was het allemaal zorgen dat je daar fris aan dat punt komt. Maar nu gaat Van der Poel, die gaat op 80 kilometer van de streep, die gooit een bommetje. En heel die koers ontploft en zit heel anders in elkaar dan. En dat hebben heel veel andere wedstrijden hebben dat overgenomen en zie je dat gebeuren. En Pogacar is ook zo'n type, dat zag je in Lombardije.
Daar moest hij wel natuurlijk wachten tot een beetje die finale, want dat is een loodzware koers. Maar ja, die durft van ver af aan te vallen en dan krijg je een hele andere koers. Ja, dus kan iedere wielerfanaat zijn hart ophalen, ja. Zeker het voorbije jaar. Dan alweer kijken naar het volgend jaar. Vorige week in Parijs is het etappenschema voor de Tour de France bekendgemaakt. 6 bergetappes, een korte en een lange tijdrit en kasseien. Ja. Ja, dat is het speciale van deze Tour, denk ik. Hoe vond jij dat als je op kasseien moest rijden? Ik denk 2 keer meegemaakt in de Tour. Ik heb nooit een Tour meegemaakt. Dit zijn 20 kasseistroken volgens mij, las ik. Het waren echt veel. Zijn er echt veel. Dus dat is echt een... voor die klasse mensenrenners is dat met dichtgeknepen billen... ...s'morgens nerveus voor de start staan. Ja. Want ja, ze kunnen daar eigenlijk alleen maar de Tour verliezen. En het is zorgen, sommigen. Nibali was denk ik toen Lars Boom die rit won. Ja. Dat was een man die dat kon. En die reed heel veel klassementsrenners op achterstand. En die kon toen die Tour winnen. Froome die viel. Die viel uit. Dus dat ga je meemaken. Je gaat favorieten hebben die pech hebben. En favorieten die het redelijk kunnen. En dan heb je nog de mannen die echt op de kasseien kunnen rijden. Als een Van Aert en Van der Poel. Die gaan voor de ritzegens. Dus dat is een hele boeiende rit. Maar dat is maar één van die 3 weken. Van die 3 weken. Van die 24 etappes. Ja, het kan wel een beslissende zijn. Maar ik denk dat er altijd wel klimmers zijn die dit redelijk doorkomen. En die dan gewoon de Tour weer verder kunnen gaan rijden voor een klassement. Ja. Nou, weten we nu al interessant volgend jaar, die Tour de France. Hij komt er trouwens ook voor vrouwen weer terug. Ja. 8 etappes voor de dames. Als wij zo eigenlijk over die meerdaagse koersen aan het praten zijn, die grote rondes, denk jij dan wel eens, dat had ik ook wel gewild? Nou, ik denk Brugli niet zo gek veel. Hè? Nee? Nou, heel vroeger als... Ik ben natuurlijk op de weg begonnen. Ja. Dus ja, dan droom je er ook wel van. Nou, toen kwam ik er heel gauw achter dat niet mijn ding was. En toen ben ik echt verliefd geworden op de baan. En toen heb ik echt 10 jaar gedacht, nou, nooit niet dat ik ooit de weg op ga of wil of wat dan ook. Nou, toch zat ik in Zwolle dit weekend. Ja. Dus goed, zeg nooit nooit. Maar goed, dat is natuurlijk een onmogelijk hoog, nou niet onmogelijk, maar een verschrikkelijk hoog niveau. En het gaat elk jaar harder. Ze worden steeds beter. Dus dat gepasseerd station. Waarschijnlijk. Heel veel bergop ook, hè? Ja, ja, nee, precies. En er zat een hele hoge brug in de Ster van Zwolle. Ja. 20 meter hoog of zo. Had ik het al heel moeilijk op. De Lemelerberg, een hoogte van 30 meter. Nou, was ook al best wel pittig. Ja. Dus nee, dat is waarschijnlijk niks voor mij. Ja, je kunt het zo moeilijk vergelijken. Wat zij doen met die sprinters, dat is zo specifiek. Dat kun je niet combineren je met ziet ook aan je lichaam, met die gewoon een wegkoers. Ja, precies. Nee, dus dat, wat hij doet op de baan, dat kun je wel combineren met wegkoers. Dat zijn de dure onderdelen. Maar sprinten, dat is zo bizar hoe hard dat nu gaat. Als je die snelheden kijkt van die rondjes. Ja, dat is ongelooflijk. Met stilstaande start, 1 kilometer, wat is dan de gemiddelde snelheid? Ja, 3,64. Ja, moet je nagaan. Stilstaande start, ja. Ik wil nog één ding heel kort weten van jou, Matthijs. Want ja, normaal zijn we hier in dit programma niet zo van de privé-sorres. Hoewel we hadden laatst Jeffrey Hoogland en Sjanne Braspennings hier aan tafel. Nou, dat is een stel. Jij bent met Laurien van Riessen. Ja. Die hebben we hard zien vallen tijdens de Spelen in Tokio. Heel hard. Ik heb nog even opgeschreven. Gebroken ribben, een longkneuzing en een gebroken sleutelbeen. Niet te geloven. Ja. Ze is daardoor ook wat langer in Tokio gebleven. Hoe is het nu met haar? Ja, ze rijdt het WK weer volgende week zondag. Dus bijzondere wijze heeft ze dat toch gehaald. Ongelooflijk veel moraal, ongelooflijk sterk mentaal. En eigenlijk vanaf het moment dat ze daar viel, wou ze alleen maar weer wedstrijden rijden. En het is ook, we hadden ook, zeker als baanrenners, we heel lang geen wedstrijden gereden. We waren binnensport, waardoor veel minder doorging. En met de KNWU was eigenlijk beleid, we gaan nergens naartoe reizen. Dus we hebben echt sinds februari 2020 tot en met de Spelen niks gereden. Nou ja, dan missen eigenlijk dus ook de Spelen. Ja. Dus dan zit je 2 jaar zonder wedstrijd. Dus alles wat ze wou was gewoon weer wedstrijden rijden. En ze heeft verschrikkelijk hard gewerkt. En op een of andere manier was ze eigenlijk best wel weer goed vorige week. Dus ze gaat gewoon rijden. Knap. Ja. Dank jullie wel.
Jij ook, Michael. Matthijs, Erik, tot een volgende keer weer. We zijn er snel weer met Zesdaagse TV, over 2 weken al. Maar eerst nog even attentie voor het volgende. Er komt nu een website in beeld. Als u daar naartoe gaat, kunt u om te beginnen vrijkaartjes winnen voor de aanstaande woningzesdaagse, straks in begin december. En ook het startschot winnen. Dus een van die prijswinnaars die mag dan een van, ja, misschien wel Matthijs of Michael, wegknallen. Dat is toch echt een hartstikke leuke prijs. Dus bij deze uitnodiging nu even naar de website van de Woning Zesdaagse. De prijsvraag invullen, makkelijke vraag en dan misschien wel een startschot winnen. Dank aan jullie, dank voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.